Het is 8 april en we zijn op het plein van de binnenstad van Den Haag. En we zijn, ja, waar zijn we? Nou, bij de dag van de Haagse geschiedenis. En we gaan daar eens kijken van wat we kunnen beleven. Dan gaan we met de boodschap en de plaat aan op de foto. Zal ik een tekst voor u verzinnen? Houdt u van deze jongeman? Wie houdt u van hem? Oh, hij is een goede maat van me. Oh, sorry. Zou ik zeggen, ik wens u een fijne dag en geluk en voorspoed in de liefde. Ik wens u een fijne dag en geluk en voorspoed in de liefde. En er is weer, zoals altijd met WTF TV, en bel die rinkel. Ja. Yeah. Nou, er is weer een stikkertje test, dus we gaan weer even lekker plakken, jongens. We gaan even kijken. Meneer, ik wil graag meedoen aan de stikkertje test. Ja. Hoe werkt het? We leggen vast wat de bezoeker van de Dag van de Haagse Geschiedenis vindt en is. En je hebt 9 vragen. Je krijgt 9 stickers. En bij elke vraag plak je 1 sticker. Oké, nou dat is leuk. Dat wil je doen? Ja, dat wil ik zeker doen. Nou hier, alsjeblieft, 9 vragen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik doe wel mee. Ja, toch? Nou, gaan we maar eens lekker weer plakken, jongens. Kom. Mijn Engels is niet echt je van net, maar we gaan het proberen. Er staat, how do you like this day? Nou, hoe vind je deze dag? Nou, de zon is sowieso al lekker. De sfeer is gezellig. Je kan hier veel doen, ook voor de jongeren. Zelfs ouderwets koekhappen, maar ja, dat heb je al wel gezien. Ja, we gaan hem even plakken. Nou, er waren er 5 zie ik die het niet echt mooi vinden. Dus een heleboel die het wel goed vinden. Ik ga er tussenin doen, want inderdaad, net als wat die mevrouw zei, er is een heleboel in het Engels. Terwijl, ja, het is toch Den Haag, hè? Dus die gaan we zo geven. Gaan we naar de volgende. What is your favorite stop in the Hague City Center? Wat is mijn favoriete stop in Den Haag? Nou, een broodje bal, waar ik een broodje bal kan proeven natuurlijk. Ja. De plek waar ik het meest kom. Nou, dat is hier. Wacht even kijken. Ja joh, Holland Spoor, daar kom ik het meest. Who's your favorite behavior? Dus bekende Hagenese stad. Nou, kijk wie eronder staat. Barbie. Ze heeft er maar ook een paar. Ah, sorry, heeft ze maar een paar. En Mark Rutte zelfs, jongens. Nou, die gaat een rode sticker van me krijgen. Maar ja, groene sticker. Ja, en voor wie gaat die worden natuurlijk? Voor Harry. Die snap ik niet, die andere. Misschien dat die cameraman het snapt. Wat zeggen ze daar? Nou, weet hij ook niet. Oké. Nou, die gaan we middelmatig gaan we die doen. In het midden. Als we erbij kunnen. Maar we kunnen er wel bij, uiteindelijk. Zo. And what were you in previous life? Weet ik ook niet, snap ik niet. Ik zag een heel leuk jokertje, dus ik ga hem als joker doen. Zo. Je bent een joker ook, hè? Ja, ik ben zeker een joker. Oké. Even draaien zo, dat is beter voor de camera. Wat is je favoriete gebouw? Ja, dat is natuurlijk het Vredespaleis, hè jongens.
Dat is het Vredespaleis. Die vind ik zo mooi eruit zien. Binnenhof, nou, vind ik geen reet aan. Wordt meestal politiek geluld. Dus daar heb ik niks aan. What is your favorite center? Ja, ik doe die daar onderaan, maar de meeste zijn... Nou, sorry. Hup, zo. Hebben die mensen ook wat te doen, zeg. Al die stickers weer eraf halen. What is your age? Dat is mijn leeftijd. Ik ben 50. Oh nee, nee. Ik zit ertussenin. 30. En de volgende en de laatste. Where do you live? Waar wonen wij? Waar is Scheveningen? Nou, dat is hier natuurlijk, hè. Op een mooie, overgrote Scheveningen. En dan dit is de haven. Dit is de kompas. Hey, er zijn al een aantal mensen uit de buurt ook geweest, hè jongens. Dus we gaan hem lekker plakken. De laatste. Oh, moet je wel goed plakken dan. In de zee dan. Zo, ja, ik woon in de zee. Ik heb mijn eigen stukje eiland. Oh, er is een vrouw. Die wil niet in beeld, maar die wil wel wat zeggen tegen me. Weet je, ik heb net tegen hem gezegd, ik vind het niet leuk. Ben je hier in Den Haag? En gaat u niet in Nederlands? Alles in het Engels. Waarom moet dat? Ja, dat is voor de toerisme, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, bij Hagenaars wordt er reclame voor gemaakt. Ja. Ja, ik ken toevallig, ik heb toen de achterplak, daar gaat het niet om. Maar het stoort mij. Ja. Ja, aan de ene kant wel, want ik ken ook geen Engels, dus ik moet dit ook met moeite gaan doen. Geen Engels, Nee, nee. Zal ik je leren? Nee, maar ik hoef niet in beeld. Maar ik bedoel, ik ga toch in de Haagse Krant, ga ik toch een stukje schrijven. Ja. Ik vind dat niet inderdaad. Want hoeveel mensen die ja, daarom. Ja. Is Den Haag niet in Engeland. Nee, ik ga even de test doen. Even plakken, even stickers. Oh ja. Laten we aan de andere kant beginnen. Laten we gewoon daar beginnen. Nou, dat was weer de test. En eigenlijk geen test. Het is een test eigenlijk voor hun. Dan kunnen hun zien van welke mensen het meest komen. En wat ze het leukst vinden. En we gaan weer verder kijken op de mooie dag van de geschiedenis van Den Haag. Nou, dat was de dag van de Haagse geschiedenis op het plein in de stad. En ik heb genoten. Ik hoop jullie ook van het filmpje. En deel en like het filmpje. Abonneer natuurlijk op ons YouTube kanaal van WTF TV. En ja, mensen, als je nog niet lid bent van onze Facebookpagina. Nou, dan moet je echt diep schamen. En gewoon even vind ik leuk doen van onze Facebookpagina WTF TV. In ieder geval, ik heb genoten. Het was een heerlijke dag. En we gaan door naar de volgende aflevering. En ik zou zeggen, ciao en tot de volgende keer.